Ah, voilà. Dus dan ben ik dus onderweg naar Zwevegem. Ik laat de KBC-toren achter mij. En ik heb mijn motor ingeladen. We zien dat ik hier nergens tegen rijd ondertussen. Hè. Zo'n Camrit, dat rijdt op zich al goed, maar als dat geladen is, rijdt dat altijd nog net iets beter dan wanneer dat niet geladen is. Dus als we op reis gaan bijvoorbeeld, zit er daar redelijk wat grief in, dan rijdt dat altijd nog wel net iets beter. Als het goed is, kun je achter mij de motor zien staan ook. Dus goed verankerd. En we gaan hem daar gaan afzetten en ik hoop dat ik hem snel terug heb, want ik rijd er echt wel super graag mee. Het is heel gemakkelijk om mee te rijden, maar ja. Ik rijd natuurlijk door elk weer en een motor die in de regen niet werkt, daar ben ik niet veel mee. Ja, achter mij was dus duidelijk helemaal niets te zien. Maar waar het op neerkomt is dat ik heb hier wat extra beeldmateriaal voorzien, waarbij dat ik heb mijn pech met mijn motor hier en ik heb die eigenlijk achterin de camper ingeladen. Het gemakkelijke aan de eigenbouw camper is dat we er eigenlijk heel het meubilair kunnen uithalen en op die manier kunnen we dan nog de camper als kabinet gebruiken ook voor verhuizen en dergelijke, maar voor alle mogelijke situaties waarbij dat je een kabinet zou nodig hebben. Hè. En hier zie je ook dat die motor vast zat in de kabinet, maar eigenlijk om ideaal te zijn, ik heb maar 3 ankerpunten. Ik zou eigenlijk 4 ankerpunten hebben, dus dat is waarom dat ik nu op zoek ben gegaan naar een systeem. Net een pakje toegekomen van Toolstation. Als ik zo voor vijzen en moeren en dergelijke meer, hardware, ijzerwaren, maar ook voor elektriciteit enzovoort, bestel ik daar nu altijd meer en meer. Dat is eigenlijk heel betaalbaar. Kost ook niet veel wat te verzenden. En nu had ik voor in de kabinet, voor het, ik heb eigenlijk één verankerpunt te weinig, als ik de motor wil transporteren bijvoorbeeld. Dus heb ik zo een rail gekocht en dit zijn dan lussen die in die rail bevestigd kunnen worden. Dus ik heb al 2 rails in de vloer. Maar ik dacht nog een andere rail van 3,30 meter besteld te hebben. 330 centimeter nu. Ik denk dat het geen 330 centimeter, maar 330 millimeter was. Want het is iets korter uitgevallen dan 3,30 meter. Nu ja, ik kan het ook gebruiken. Zo. Maar het is gewoon niet wat ik in gedachten had. Dus ik zal nog eens een groter stuk. Maar dat is dan wel nog vrij duur, want deze was al. Ik denk dat deze al bijna 10 euro was voor zo'n klein stukje. En voor de rest komt nog wat boutjes en dan telkens tekort. Ja, de die zijn ook bedoeld voor een dierrail. Dat weet ik nog niet hoe dat dan moet bevestigd worden als ik dat daar gewoon inhaak. Zo zit dat wel vast. Maar als je dat nu opzij trekt, zit dat echt weer los. Dus ik heb geen idee hoe dit hem vastzet. Dat moet ik eens bekijken. Deze zitten wel duidelijk vast, kijk. En die kunnen die schuiven ook niet. En je moet echt dan naar boven trekken om te schuiven. En dat hangt van. Ja, met één hand gaat het precies niet. Maar je moet hier echt met dat. Zie je? Zo moet je ze losmaken. Dus die verankert er wel goed. Voilà. Hier dan noodgedwongen daar bevestigen. Ik heb anders dan dat niet echt een goed punt om verankeringen te maken. Het is ook niet ideaal. Maar het is, hoe meer ik naar daar op schuif, hoe meer dat rechtstreeks daar verbonden is. Ik steek er dit plaatje af, doe een blokje achter voor de stevigheid. Voilà. Ik schroef ze er gewoon in. Voilà ze. Die. De handdoeken van de zaak, want als je daar aan de kant aantrekt, vliegt dat er terug op.
Maar ik heb dus ook de die. En die marcheren wel echt. Ik heb al gezien dat ik mijn oorspronkelijke rails ook kan gebruiken. Dat is hier weer wel ten dienste. En dan toch vast. Nu moest ik op voorhand weten dat ik echt alleen maar motorfietsen wil vastzetten. Dan zou ik zo'n ding kunnen installeren. Hè. Dat is echt heel specifiek voor motoren. En, dat staat zo en dan kun je daar inrijden en dan klapt dat zo. En dan staat je voorwiel van je motorfiets eigenlijk al vast. Dan moet je denk ik alleen nog maar twee riemen gebruiken aan het stuur of zo. Om te voorkomen dat hij eruit kantelt. Maar hij kan vooruit, achteruit al niet meer weg. Hij wordt eigenlijk al door dat systeem vastgehouden. Deze moet je dan... Je hebt er met buizen hier, dat dat op zichzelf staat. Maar je moet het sowieso nog vastzetten. Nee, deze moet je hier door die openingen vastbuiten. Maar eigenlijk, terwijl dat ik daar net bezig was met het bewerken van die video, want ik was eigenlijk al begonnen aan het afwerken van die video, besefte ik plots dat ik... had ik plots een idee hoe dan die kleinere klemmetjes werken. Dus die grote ringen, daar heb ik ondertussen... Ik heb ze nu geprobeerd en ze passen ook in de bestaande rails. Ik zei daarnet dat ik twee rails heb, maar ik heb dus eigenlijk per... rijstoelen heb ik twee rails, dus ik heb eigenlijk vier van die rails al in de vloer zitten. Dat zijn die stoelen trouwens. Dus die hebben ook een systeem wat in die rails klikt. Hiermee slijt je dat af en hier zitten van die ringetjes, allez, van die rondellen rond in. Pinnen die daarin haken en daarin schuiven. Maar ik had dus eigenlijk plots door hoe dan die kleine dingen werken. Ik heb ondertussen die zwaarder heb ik al extra besteld. Nu dat ik weet dat ze passen. En ik heb liever die zwaardere, omdat ik toch... Ja, het is tenslotte voor bagage vast te zetten. En ik heb liever dat het te vast staat dan net niet vast genoeg. Maar ik ga nog snel laten zien wat ik denk dat de techniek is om die kleine ringetjes ook vast te zetten. Ja, ik ga dat proberen filmen, want het is ondertussen natuurlijk al donker. Hè? Maar dus hier zit die rail. En dat zijn die zware, daar heb ik ondertussen nog extra van besteld. Maar die kleintjes, hier dat zijn deze. Ik denk, dus wat ik aan het proberen was daarnet, was eigenlijk van die daar zo in te duwen en op te schuiven. En dan zit dat op zich wel vast, als je daar in die richting aan trekt. Maar bij het minste beetje kracht dat je opzij zet, schuift heel die ding opzij. En schiet er dan gewoon uit. Maar ik was daar net aan het bewerken. En ik dacht, misschien moet ik het niet zo plaatsen. Maar zo. En komen die dingen dan in die openingen te zitten. En dan, ja, kijk. Oké, dus nu zit dat wel vast. Oké, dat is goed om te weten. Maar goed, deze zijn veel zwaarder uitgewerkt. Dus zeker voor de motor vast te zetten, ga ik dat gebruiken. Ik denk deze waren iets goedkoper dan wel, maar ze zijn ook lichter. Dus als het echt enkel is voor kleine stukken vast te zetten, dan is dat ook wel een goed systeem. Maar je moet hem dus zo erin zetten. En dan geef het niet aan welke kant dat je de kracht opzet, het zit vast. Oké.